Goedemiddag allemaal. Goed om jullie allemaal te zien en een deel ook niet te zien trouwens. Hey, we hebben een serie, zoals jullie misschien weten, en anders weet je, ga je het nu komen te weten. A new year, a new you. Vorige keer heeft Cees van Harten eerst de preek, de aftrap mogen doen. Kees mag volgende week en ik mag tussen de sandwich inzitten. Dus deze zondag. Het belegd ben ik. Oké. Maar wat we ook gedaan hebben, gevraagd hebben, is in elke dienst om iemand hebben we gevraagd om een getuigenis te doen van wat God in zijn of haar leven gedaan heeft. Diegenen die er vorige week waren, hebben dat mogen genieten van onze eerste getuigenis. En nu Jolanda met Martin, die het gesprek zal voeren, gaan we naar luisteren. Dankjewel, Ido. Ja, getuigenis. Ik weet niet hoe het met u zit. Maar ik heb daar altijd een gevoel bij van, dat is een heel positief verhaal, een goede afloop. Vorige week hadden we de marktkoopman met leegte in zijn hart, die gevuld werd door God. Vaak hoor je over genezing na ziekte. En vandaag hebben we eigenlijk een heel ander verhaal. Eigenlijk een heel triest verhaal. En past daar dan een getuigenis bij? Blijkbaar wel, want we zitten hier. Een bijzonder verhaal, Jolanda de Jong. Het gaat over jouw dochter. Je hebt een foto van erbij. Mag ik er nog eens zien? Zeker. Een jonge meid, ik weet niet of jullie het kunnen zien. Is het wat als we hem even op de grond hier neerzetten? Dat we... Ik weet niet of het scherm te zien, maar ik zal hem niet omschoppen. een vrolijke jonge meid. Eigenlijk is het ook een beetje haar verhaal wat we hier vertellen. Maar ze is er zelf niet meer om het te vertellen. Wat is er gebeurd? Goede afloop ja en nee. Of nee en ja eigenlijk. Ze werd ziek, ze kreeg leukemie. En... het was eigenlijk zo, ze was altijd zo positief, zoals ze op de foto eruit ziet, zo was ze ook heel stralend en positief in het leven. Het kwam erop neer dat ze hoefde niet te strijden tegen de ziekte, maar de ziekte moest eigenlijk dealen met haar. Zo stond zij erin. Ze ging er vol in de behandeling en ze zat in een groep met de minste kansen eigenlijk bij de leukemie. Dus ze wist dat ze maar 30% kans had, maar ze had wel zoiets van die 30%, die is dan ook voor mij. Hoe was dat als moeder om dat te zien? Heftig. Want ja, het is een heel onzekere situatie. Je weet wel dat de medische wereld veel kan doen, maar niet alles. Ze is 18 geworden en de dag daarna overleed ze. Wat gebeurt er dan? Ze had net die dag chemokuren gehad en er trad opeens een complicatie op en dan heb je geen weerstand. Dus dat ging eigenlijk achter elkaar, zakte ze in coma en was ze weg. Een hele, ja, het is niet in woorden uit te drukken wat voor periode dat is. Toen kwam er iemand met een tekst voor op de rouwkaart. Je hebt de Bijbel bij je. Zullen we die tekst samen even lezen? Nou, we zaten dus midden in de verbijstering dat ze net overleden was. En toen kwam er een vriend langs bij ons en die zei, ik heb een tekst voor jullie. En dat was Romeinen 8 vers 28. En wij weten dat voor hen die God liefhebben alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Ik heb er ook haar naam bij gezet in mijn Bijbel, want het is wel haar tekst. Hoe was dat toen, om die tekst toen te horen, alle dingen meewerken ten goede? Nou, dat was helemaal niks. Ik denk, wat kan er nou meewerken ten goede als je dochter net overleden is? Maar ik had wel het idee dat het de stem van God was die tegen mij zei van, hier heb jij die tekst van mij. We hebben hem op de rouwkaart gezet, in geloof. En zo van, we zien wel wat er met die tekst gaat gebeuren. En ja, dat heb ik ook gezien. Dat is eigenlijk de reden waarom je hier zit. Er is ontzettend veel gebeurd daarna, met jouw geloof. Kun je daar iets over zeggen? Ja, doordat in dat hele proces, toen ze ziek was al en toen ze overleden was, God zo dichtbij kwam, op den duur, had ik wel het idee van, ik kan zonder God niet meer leven. Ik wil ook zonder God niet meer leven. Ik wil God heel, nu heb ik hem heel dichtbij, ik wil hem ook heel dicht houden. Dus ben ik op zoek gegaan naar meer en meer en meer. Je kan er dan echt niet genoeg van krijgen als je zo geraakt wordt door de genade van God, die midden in jouw lijden en in jouw strijd tot jou komt. Dat is echt onvoorstelbaar. Zonder dat zou ik niet kunnen leven. En met dat kon ik doorleven. De Alpha-cursus, we zagen net de oproep voorbij komen. Het heeft voor jou een heel belangrijke rol gespeeld, hè? Ja, ik had al zoveel gedaan op geloofsgebied onderzocht. En toen was het net alsof God tegen me zei van, ik ben heel dicht bij jou gekomen in dat proces. Kom jij nu eens heel dicht bij mij? Dus toen kwam de Alpha in beeld. Ik denk, hé, dat is vanaf de bodem. Vanaf het begin eigenlijk krijg ik min of meer een gebruiksaanwijzing voor het geloof. En daar had ik heel veel behoefte aan. En ja, je vormt dan eigenlijk met elkaar tijdens de Alpha-cursus een geestelijk gezin. Alle verschillende niveaus en iedereen heeft zo zijn eigen dingen. En met elkaar en de verhalen die je aan elkaar vertelt. En die dan door de leiding ook gegeven worden en bestuurd.
ja, dan krijg je gewoon een heel warm bad. En krijgt de geloof handen en voeten. We zitten met een zaal vol mensen die allemaal ook de dingen in hun leven hebben. Moeilijke dingen soms ook. En dan horen ze jou hier dit vertellen. Het ergste wat je kan overkomen. En jij praat er nu over, dus je zei net het woord dankbaarheid zelfs. Als je daarop terugblikt. Wat is het geheim daarachter? Hoe kan dat? Ja, dat heb ik ook moeten ontdekken. Dat is niet zomaar gelijk naar voren gekomen. Maar ja, door alle dingen die om me heen gebeurden, ontdekte ik wel van, het zou mooi zijn als ik nu helemaal niks meer negatiefs meemaakte, want nu heb ik een levende relatie met God. Nou, dat is dus niet zo. Er is nog heel veel strijd, hè? Je staat nog steeds in het leven. En ik merk ook wel dat regelmatig dan dreig ik te verdrinken in die zee van emoties en strijd. Maar dan zie ik toch wel weer die uitgestoken hand die ik mag pakken en waardoor ik dan weer met God op het water mag lopen. En dan een andere keer komt er weer een enorme berg op mijn pad waar ik niet omheen kan. En dan zet ik niet die berg tussen mij en Jezus in, maar zet ik Jezus tussen mij en die berg in. Waardoor ik in de naam van Jezus die berg opzij kan zetten en ook weer verder kan. Dat is wel heel bijzonder. En soms dan zie ik ook echt niet hoe ik verder kan, of dan wil ik niet eens verder. En dan kijk ik voor, maar dan zie ik echt helemaal niks, alleen maar negatieve dingen. En dan kijk ik achterom. En dan zie ik niet alleen wat ik achtergelaten heb, maar ook dat ik gedragen ben. En dan denk ik van, yes, met God kan ik verder. En dan durf ik weer een stap te zetten. En ja, zonder God zou ik het niet kunnen. En met hem kan ik over water lopen en bergen verzetten. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen. Jolanda de Jong. Nou, het zal jullie niet verbazen naar dit verhaal van Jolanda. Dat ik een verhaal gekozen heb uit de Bijbel wat erbij past. En het is een verhaal uit Rut. En we hebben gezegd, van, we gaan die drie diensten gaan we over een persoon praten uit de Bijbel. En ik wil vanmorgen graag kort met jullie stilstaan bij Naomi. En over Naomi wordt geschreven in het Bijbelboek wat Rut heet. En ik ga eerst even lezen, een aantal versen. Je kunt meelezen. Vanaf hoofdstuk 1. In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. En de naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heette Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Judea, het veld van Efrata, hè? Je kent het woord wel. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Maar na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi. En ze bleef achter met haar twee zonen. Die twee zonen trouwden allebei met een Moabitische vrouw. En de naam van de een was Orpa en de naam van de ander was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Ik lees één vers verder, staat het misschien niet op. Maar toen Naomi hoorde daar in Moab dat de Heer zich het lot van zijn volk had aangetrokken en dat het weer te eten had, maakte zich samen met haar twee schoondochters gereed om Moab te verlaten en terug te gaan. Twee andere versen nog even uit hetzelfde hoofdstuk. Dan zijn ze terug in Bethlehem. Blijkbaar is ze bekend, want de mensen in Bethlehem, haar terugkomst baart veel opzien daar in Bethlehem. En overal in de stad riepen de vrouwen, hey, Naomi is weer teruggekeerd. En dan zegt ze het volgende. Maar ze zei tegen hen, noem me niet Naomi, noem me Mara. Want de ontzagwekkende heeft mijn lot zeer bitter gemaakt. Toen ik wegging, had ik alles. Maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Waarom mij nog Naomi noemen, nu de Heer zich tegen mij heeft gekeerd, nu de ontzagwekkende me kwaad heeft gedaan? En zo kwamen ze samen terug uit Moab, Naomi en haar schoondochter Rut, de Moabitische. En ze kwamen in Bethlehem aan bij het begin van de gerstenoogst. Echt zo'n zinnetje altijd, waar ik dan helemaal over kan vallen als ik de Bijbel lees. Ze kwamen terug, waarom wordt het genoemd? Weet je, New Year, New You, dat is het thema. En we hebben elkaar vrij recent nog, ook in deze gemeente, elkaar de beste wensen toegewenst. En we hebben misschien wel gezegd, God zegen voor het komende jaar. En we zien uit naar wat God gaat doen dit jaar. Maar wat
Als je dromen niet uitkomen. Maar wat als de plannen die je had niet lukken? Maar wat als je zoekt naar Gods droom voor je leven en je hebt er geen flauw benul van waar die droom blijft? Maar wat als je alleen maar kunt denken, niet weer zo'n jaar. Niet weer zo'n jaar. Weet je, want God had toch iets kunnen doen? Tuurlijk had God iets kunnen doen. Oh man, we hebben allemaal liederen gezongen waarin we beleden dat God van alles kan doen. En God had toch iets kunnen doen, maar hij deed niets. We hebben net een verhaal gehoord en zo bemoedigd door wat Jolanda gewoon met van God geleerd heeft. Maar ze zal ongetwijfeld in een moment hebben gezeten en zei: maar God, u kunt toch iets doen? Waarom mijn dochter? Waarom? Want op welke manier kon Naomi er anders tegenaan kijken? Ik bedoel, dan woon je gelukkig, happy ever, hoor je, leef je in Bethlehem. En het eerste wat er gebeurt is een hongersnood. En die hongersnood die dwingt je om weg te gaan. Tenminste, je kiest ervoor om weg te gaan naar Moab. En dat is een volk, ja, heeft jarenlang Israël onderdrukt. Zelfs in de tijd van de rechters waarin dit verhaal speelt. En dan ben je daar, gelukkig zeg je nog, wij hebben elkaar nog. Ja, we hebben elkaar nog. Maar niet zo lang. Want Elimelech, haar man, overleed. Laatste gelukkig had twee zonen. Ze trouwden met een vrouw en er komt weer toekomst. Dan misschien wel kinderen, kleinkinderen. Maar er gebeurt iets anders. Twee zonen stierven. En daar sta je. Weet je, de eerste vijf versen van het boek Rut laten zien hoe haar leven compleet instort. Er blijft niets meer over. New year and new you. Maar hoe kunnen wij in Gods naam een God vertrouwen die soms niet de dingen voor ons doet, die vrienden wel voor ons zouden doen als ze dat zouden kunnen? Naomi hoort dan in Moab dat, ja, ze hoort, God heeft zich het lot van Israël weer aangetrokken. Dat is wat ze hoort. En dan besluit zij, op een gegeven moment was weer eten en ze besluit om terug te gaan. En ik denk, waarom ga je terug? Wat een moed om terug te gaan. Nou, misschien had je wel die moed omdat je toch ergens een sprankje hoop had. De God heeft omgezien naar Israël. Zou hij dan misschien toch ook naar mij, ondanks? Maar ik vind het moedig. Ze was weduwe. En een weduwe in die dagen, nou, dan had je het knap moeilijk als weduwe. En dan ga je terug in principe alleen. Ja, in principe alleen, want ze zei tegen haar schoondochters, blijven jullie maar hier. En dan gaat ze terug naar een plaats, ja, wat voor plaats? Een plaats waar één ding in volle omvang naar haar toe komt. Dit was de plek waar ik ooit gelukkig was. En waar niks meer over is. Ik kom alleen thuis. Thuis. De Heer trekt zich het lot weer aan. Ja, 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 ja. Maar de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. Het zijn de twee versen die misschien wel als de twee meest schrijnende versen tegenover elkaar staan in Rut. De Heer trekt zich het lot daarvan. En Rut die zegt, of Naomi die zegt, de Heer heeft zich tegen mij gekeerd. En dat haar cynisme, of is het haar pijn? Als mensen vaak cynisch zijn, zijn ze vaak ook verschrikkelijk verwond. En is het ook heel vaak pijn. En daarom zijn ze cynisch geworden. En haar cynisme of haar pijn, noem het maar zoals je het noemen wil, wordt heel schrijnend zichtbaar als ze zegt, noem mij maar Mara. Noem mij maar Bitter. Ja, dat is een andere naam dan de bekende namen in 2016. Dat was Daan en Anna. Maar zij zegt, noem mij maar Mara. Noem me maar zoals ik mij voel, want ik voel mij een verbitterde, wanhopige vrouw, waarvan de toekomst weg is. Ja, mijn naam betekent misschien wel liefelijkheid, want dat betekent de naam schoonheid, liefelijkheid, charme. Maar alle schoonheid is weg uit mijn leven. Alle schoonheid is weg. Want de ontzagwekkende, zegt zij, en oh, wat durft ze te zeggen? Letterlijk staat er Shaddai. En dat is niet ontzagwekkend, maar dat is eigenlijk de Almachtige.
de Almachtige, die deed niets. Voel je hem? De Almachtige, alle macht, deed niets. En het heeft mijn lot, hij heeft mijn lot, zegt ze letterlijk, zeer bitter gemaakt. Toen ik wegging, had ik alles, maar de Heer heeft mij met lege handen laten terugkomen. Ik ben zo giga dankbaar dat deze verhalen in de Bijbel staan. En dat dit soort mensen in de Bijbel staan die er niet voor schamen om dingen te zeggen. Dat als iemand dat hier zondag zou zeggen vandaag, dat wij zouden denken, tjo, 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 kan het niet wat minder. Bijna blasfemie zeg, om dat over God te zeggen. Nee, het is het niet. Het is de wanhoop van een vrouw die zich teleurgesteld wordt door God. En in de kerk, in de gemeente van Jezus Christus, mogen zulke teksten uitgesproken worden. Altijd. Altijd. Want eerlijkheid is zo'n groot goed. En haar wanhoop of haar verbittering, die kenmerkt zich dan door een aantal dingen. In de eerste plaats, en dat gebeurt dan ook als je wanhopig wordt en verbitterd wordt, allereerst geloofden ze dat de mensen beter af zouden zijn zonder haar. Want dat is wat wanhoop zegt. Wanhoop zegt, je bent beter af zonder mij. Dat is wat wanhoop zegt. En hoe vaak heb jij het gedacht? Hoe vaak heb jij het misschien wel gezegd tegen de ander in je huwelijk? Je bent beter af zonder mij. Ik ben een blok aan je been. Wat voeg ik nog toe? Je hebt alleen maar last van mij. Je bent beter af zonder mij. En weet je wat de hoogste vorm van wanhoop zegt? Ik ben beter af zonder mij. En dan gebeuren de vreselijke dingen. Als wanhoop je brengt tot de zin, ik ben beter af zonder mij. Ach, lieve schoondochters, jullie zijn beter af zonder mij. Ga toch terug. Ga een man zoeken daar. Word weer gelukkig. Blijf niet bij zo'n oude zuurpruim als wat ik word. En het tweede wat gebeurde is, en dat is bij wanhoop altijd, ze verloor hoop. En als je hoop verliest, verlies je perspectief. Verlies je toekomst. Verlies je boeiende gedachten voor morgen. De gelukkige tijden waren toch voorbij? En ja, ik bedoel, er kunnen geen zonen meer komen waar de beide schoondochters Orpa en Rut mee zouden kunnen trouwen. Dat zou ook trouwens belachelijk zijn als ik nog zonen zou krijgen. Want moet je kijken hoe lang je moet wachten. Hoop en perspectief is weg. Bovenal, ze geloofde dat alles wat haar overkwam Gods wil was. De Heer heeft zich tegen mij gekeerd. En de Almachtige heeft mij kwaad gedaan. En Orpa gaat terug naar Moab. En Rut gaat mee. Maar je zou voor alle personen in de Bijbel, in het boekje Rut, alleen al 4 preken kunnen gaan houden. Want Rut gaat mee. Want Rut, die toch ook haar man verloren heeft. Laten we dat niet vergeten, dat Rut haar man verloren had. Rut die verbond haar droom. Want ze had blijkbaar een droom. En ze verbond haar droom aan de waarde van een relatie. Want wat zegt zij? Uw volk, mijn volk, uw God is mijn God. Een droom kan alleen maar rijkdom zijn als het verbonden is aan de waarde van een relatie. En anders wordt het vroeg of laat toch een nachtmerrie. Weet je, het is zo vaak ons probleem en ook mijn probleem, dat wij aan rouw een tijdslimiet geven. Weet je, als iemand rouwt, dan denken wij soms wel van, nou, het moet nou er wel een keer over zijn. Weet je wel, het moet nou er wel een keer over zijn hoor. En je moet wel verder hoor. Ja, ik snap dat het ernstig is wat je is overkomen, maar kom op man. Weet je, we moeten verder met elkaar. Of we denken dat er een juiste manier is om te rouwen. Er is geen juiste manier om te rouwen. Tuurlijk is er geen juiste manier om te rouwen. Maar wij denken soms dat het wel zo is, want ja, we vinden het ook weer lastig, steeds weer hetzelfde verhaal te horen. Ja, we hebben het zo vaak gehoord, weet je, een beetje moe van hoor, steeds hetzelfde verhaal. Of je mag je verhaal wel vertellen, maar dan moet je wel vertellen dat het eigenlijk al wel wat beter gaat. Want dan wil ik wel luisteren.
Dat is soms wat wij doen. En misschien zit jij hier en denk jij niet weer zo'n jaar. Ben jij degene die hier vanmorgen zit met de gevolgen van gebroken dromen? Jolanda is door God gegrepen. En ze zal altijd een stukje hebben van de gebroken droom in haar leven. Waar God heel veel genade over moet geven. Misschien zit jij hier wel met de gevolgen van gebroken dromen. Zo heftig als bij Jolanda hoeft het niet bij jou te zijn. Maar als ik het zeg, dan weet je al wat ik bedoel. Een gebroken droom in je eigen leven. Een plan die je wilde uitvoeren, maar die niet verwerkelijkt is. Verwachtingen die je had, waar je echt je hoop op had gevestigd, op die verwachtingen die niet zijn uitgekomen. Teleurstellingen die wel zijn uitgekomen. Die wel. A new year and a new you, but not for me. Not for me. Weet je, heten we daarom niet Mozaïek? Ik vind het zo mooi dat we 5 jaar onze verjaardag vieren. 5 jaar. En Mozaïek, ik heb het al eerder gezegd, ik ben zo blij met de naam. Want was Mozaïek niet de bedoeling van ons als gemeente dat gebrokenheid een plek zou krijgen in onze gemeente? Ook de mooie verhalen, want in gebrokenheid en door gebrokenheid schrijft God en blijft op een onverklaarbare manier, blijft God zijn verhalen schrijven. Want dat doet hij. Maar daarom zijn we toch Mozaïek en daarom zijn we toch 5 jaar geleden gestart. Omdat we erkennen dat er gebrokenheid mag zijn en hier mag worden omhelst door genade. Laat ik het anders zeggen. Als gebrokenheid wordt omhelst door genade, dan kan hoop groeien. En de gemeente is bij uitstek de plaats. Waar als je gebrokenheid hebt en ervaart in je leven, waar je mag worden omhelst door genade, zodat er weer hoop gaat groeien. Hoop is zo'n belangrijk woord. Daarom zijn wij gemeente. Weet je, na 10 jaar Moab komt Naomi weer terug. En er staat in het begin van de gerstenoogst, en ik heb er echt lang over nagedacht. Waarom staat het er nog? Leuke tijdsaanduiding, maar waarom? Sommigen van jullie weten dat Bethlehem letterlijk broodhuis betekent. Het huis met brood. Het levende brood. Jongens, niks is toevallig in de Bijbel. Hè? Heel veel dingen zijn zo logisch. Maar het was ook een glimp van hoop. Het begin van de gerstenoogst. Er was een ernstige hongersnood achter de rug. Er komt weer hoop, want er komt een oogst aan. En Naomi komt binnen op het moment dat de oogst eraan dreigt te komen en lijkt te komen. Ach, ze ziet het niet eens. Haar ogen zijn zo vertroebeld door verbitterheid. Maar het is wel waar. En dan begint God heel zichtbaar te werken in haar leven. Als Rut voorstelt. Het is, weet je, wat is het? Ze stelt voor om te zeggen van, hey, mama, zal ik wat graan bij elkaar gaan rapen, want we moeten toch eten? Ja, dat is toch logisch dat je dat doet? Daar hoef je de hand van God toch niet in te zien? Je hoeft dan niet de hand van God erin te zien om naar een bakker te gaan en zeggen, zullen we brood kopen? Doe even normaal. Nou ja, vooruit, doe maar, dochter. Dat zegt ze letterlijk, hè? Ze zegt tegen haar, nou, doe maar, doe maar. Ja, je moet ook wat op het lijf hebben. Hup, ik idee. Gaan wat graan en zo, wat oogsten binnenhalen. En dan staat er dat zinnetje, het geval bij geval, of letterlijk in de nieuwe vertaling, het toeval wilde dat Rut bij het land van Boas kwam. Ja, zeg, wat apart zeg. Kom net bij Boas binnen. Ken die vent helemaal, want ze kende hem ook niet. Ze was, er zullen heel veel agrariërs geweest zijn, maar net bij het land van Boas, toevallig daar komt ze binnen. Een vent die omziet naar anderen. Een goede baas. Als je ooit een seminar over leiderschap wil volgen, moet je een studie over Boas gaan volgen. Fantastische baas. Bij geval opgemerkt door een rijk familielid. Bij geval opgemerkt door een rijk familielid. Dat is ook nog steeds mijn droom. Ja. Ja. Ik dacht, ik trouw met Dieke. Dat is misschien aan die kant nog, maar... En Naomi, er gebeurt iets. Want voor haar is het geen toeval.
En het is niet voor haar toeval dat ze zegt, bij Boas? Ben je bij Boas geweest? Maar Boas ken ik, want Boas is een familie. En het is net of er iets gebeurt bij Naomi. Ze gaat de hand van God weer herkennen. En dan komt er in één keer een uitspraak waarvan ik denk, hoe bestaat het dat je dit zegt? Hoe bestaat het dat je zo verbitterd kunt zijn en je hoort alleen maar dat ze bij Boas is geweest. En wat zegt ze dan als een geloofsuitspraak? Mogen de Heer die trouw heeft bewezen aan de levenden en de doden Boas zegenen. Nou, dit is toch wat? Zij die zoveel verlies had, zij doet een geloofsuitspraak, een erkenning waarvan ze zegt, Gods trouw, het is net of haar ogen open zijn, Gods trouw reikt niet alleen naar ons toe, wij die nog leven, maar Gods trouw reikt naar een wereld waar jouw geliefde is, ook jouw geliefde in deze zaal. Gods trouw reikt naar een wereld waar jouw geliefde is, ieder letter de dochter. Ik ben zo blij, ze heeft een naam en ze heeft nog steeds een naam. Ze wordt nog steeds ieder letter genoemd. Omdat ze er nog steeds is, maar in een andere wereld. En Gods trouw gaat ook naar haar. Net zoals die blijft bij Jolanda. En Naomi in al haar bitterheid komt bij deze uitspraak. Ik denk, lieve schat, je slaat de 5 stadia van rouwverwerking allemaal over. Je gaat te snel, meid. Je gaat te snel. Je doet je eigen emotie geweld aan. Wij hebben wel een cursus rouwverwerking. In 2 stappen. En Naomi komt tot leven, want er gebeurt veel meer bij haar. Naomi, die zich dood voelde, komt tot leven. Want ze neemt initiatief en ze gaat zich weer richten op de ander. En ze zegt tegen haar schoondochter, mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan. Het was helemaal niet goed met haar gegaan. En zij zegt, zal ik een huis zoeken waar het je goed zal gaan? En dan zegt ze wat Rut moet doen richting Boas. Nou, dat gaan we allemaal niet allemaal uitleggen. Wat is één ding? Waarom doet ze dat richting Boas? En waarom instrueert ze haar dochter? Want zij kent Boas en zij zegt, deze man zal niet rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Dat is wat ze zegt over Boas. Deze man zal niet rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Nou, en dan krijg je een beetje ingewikkeld de wet van de losser in Israël, het oude Israël. Dat als er iemand weduwe was, dan kon je bezittingen terugkopen van haar. Want haar naam moest wel blijven bestaan, of de naam van de naamdrager moest blijven bestaan. En dat heet de wet van de losser. Even kort door de bocht. En Boas, die was niet eerst de losser, want er was nog iemand die nauwer verwant was. Maar uiteindelijk krijgt hij zijn zin, of weet ik niet wat het is, maar hij mag trouwen met Rut. Hij is de losser van Rut. Hij is de man die niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Ik ken nog een losser, die precies hetzelfde over gezegd kan worden. Ik ken iemand, een losser, die niet zal rusten voordat hij de zaak geregeld heeft. Het is een verlosser. Het is Jezus. Jezus rust niet, net zoals Boas. Hij rust niet voordat hij jou en mijn zaak geregeld heeft. Hij wil ons schulden vrijmaken. Hij wil voor ons zorgen. Hij wil onze losser zijn. Hij wil dat onze naam voortbestaat. Hij wil dat onze naam voortbestaat. En hij is de grote losser. Boas is een beeld van Jezus, jazeker. Van de grote verlosser. A new year, a new you. Weet je, we weten niet wat het concreet zal zijn dit jaar. Voor jou heel specifiek. We weten niet wat het heel concreet voor jou zal zijn. Maar ik zal je wel dit zeggen. Wat ik wel weet. Ik weet wel dat de Heer zich niet tegen je keert. Dat weet ik. Naomi zei, de Heer heeft zich tegen mij gekeerd, maar ik weet zeker ook voor dit komend jaar, de Heer zal zich niet en wil zich niet tegen jou keren. Nee, het is andersom. De Heer trekt zich jouw lot aan. Hij zal niet rusten. Onze God rust niet. Hij slaapt toch, hij sluimert niet, hij zal niet rusten. En hij gebruikt daar soms toevalligheden waarvan wij zeggen met onze ratio, nou toevallig zeg, nou denk je dat God zich daarmee wil bemoeien? Nee hoor. Wij noemen dingen zo vaak toevalligheden, maar hij gebruikt alles. Want hij zal niet rusten voordat hij zich jouw lot heeft aangetrokken.
om zijn werk in jou en mij ten einde te brengen. Maar ik zeg er wel één ding bij. Ik ben er steeds meer overtuigd geraakt dat Gods passie voor jou en mij en voor zijn kerk soms een ingehouden passie is. Hij houdt zijn passie soms in. Weet je, want daarom staat ook in de Bijbel, in het Oude Testament, hij zwijgt in zijn liefde. Dat is ingehouden passie van God. Vinden we moeilijk. Maar als God ingehouden passie heeft, dan is het vanuit liefde, omdat hij jou de tijd geeft om te rouwen over je verlies. Om te rouwen over plannen die niet uit zijn gekomen. Over verwachtingen die niet waar zijn geworden. Over de teleurstelling waar jij mee knokt. God heeft soms een ingehouden passie. Vanwege zijn liefde. Misschien is jouw lijden of jouw teleurstelling, en je kunt het klein en groot maken, maar ik weet dat er soms ook gebroken dromen zijn die, als je hem vertelt, niet eens zo groot lijken, maar voor jou wel groot zijn. En misschien is datgene wat je overkomen is, misschien is dat wel te weinig omhelst door genade. Ik moet je heel eerlijk zeggen, dat wil ik ook zeggen als voorganger. Misschien hebben wij soms als kerk wel te weinig omhelst met genade. Ook jouw lijden. Ook jouw teleurstelling. Ook jouw verwachtingen die niet uit zijn gekomen, waar we niet goed mee om zijn gegaan. Ik moest denken aan Rut en aan Boas en aan Obed. We hebben 3 kindertjes opgedragen net, deze dienst. Weet je wie een van de belangrijkste mensen is in de genezing van Naomi? Een klein kind dat hangt om de arm van zijn moeder en een beetje staat naar ons en denkt van, oh. Of denkt helemaal niks. Staat alleen maar te staren. Obed, een klein kind. Rut, Boas en Obed. 3 mensen die onmisbaar waren in Gods verhaal met Naomi. En mensen zijn onmisbaar in jouw verhaal. Het verhaal dat God met jouw leven schrijft, zijn mensen onmisbaar. God kiest vaak in de bevrijding van wanhoop of teleurstelling of wat dan ook. God kiest zo vaak, eigenlijk altijd, om hoop te geven aan jou via anderen. Hoopdragers zijn wij. En door mensen die weten dat Gods dromen altijd verbonden zijn aan de waarde van relaties. Lieve mensen, ik zeg het nogmaals. Gods dromen zijn altijd verbonden aan de waarde van relaties. Hij heeft zijn grootste droom, de redding van deze wereld, verbonden aan de waarde van de relatie met jou en mij. Al zo lief had God de wereld. Daarom zijn we gemeente. 5 jaar nu. Voor mensen die gebroken dromen hebben. Voor mensen die verlangen naar een nieuw year en een new you. Voor mensen die Gods droom voor hun leven willen uitleven. Voor mensen die risico's willen nemen voor God, omdat ze weten dat de gemeente daar een veilige plek voor is. Ik geloof dat de kerk heel veel is. Ik geloof dat de plek is waar genade gebrokenheid omhelst. Ik geloof dat de kerk een plek is waar dromen worden geboren. Het is ook een dromenfabriek, de kerk. En soms, en dat zeg ik ook maar heel eerlijk, soms worden de dromen verbroken. En ik kan ze je noemen in mijn eigen leven. Er zijn dromen verbroken en het is maar goed dat God die dromen verbroken heeft. Want God heeft betere dromen. Ook voor jou. Ook dit jaar. God heeft dromen. God heeft verwachtingen over jouw leven. Ik bedoel, hoe kunnen wij kinderen opdragen en zeggen, God houdt van je. God heeft een plan met je. Hij heeft je kunsten geweven in de moederschoot. We zeggen het nu tegen elkaar. Over de kinderen heen zeggen we tegen elkaar. God heeft jou en mij kostbaar geweven in de moederschoot. En hij droomde. Hij droomde over jouw leven. We mogen samen op zoek gaan. Als een Boas. Soms als een Obed en soms als een Naomi mogen op zoek gaan naar Gods droom voor ons leven. En het verhaal eindigt met een heel eenvoudige scène. Er staat een stoel, er zit een oude vrouw, is een babytje. En er zijn vrouwen die zeggen, Naomi heeft een zoon gekregen. Hè? Naomi? Nee joh. Haar schoondochter? Nee, Naomi heeft een zoon gegeven. De vrouwen zeiden, wij noemen jou niet Mara. Jij heet Naomi en je blijft Naomi heten voor ons.
En ze heeft een zoon gekregen en dan zeggen ze erachteraan, deze zoon gaat levensvreugde geven. Ik hoop die drie kindjes die hier opgedragen zijn hier, dat het kinderen zullen zijn die levensvreugde gaan geven aan heel veel mensen. Dat is wat er gebeurt. Ik zal je een klein geheimpje vertellen. De eerste 5 versen, zei ik net, gaan over de afbraak van Naomi's leven. En in de Hebreeuwse Bijbel zijn het 71 woorden die vertellen over de afbraak van haar leven. En de laatste 5 versen uit Rut zijn weer 5 versen. En dan bedoel ik niet een geslachtsregister op het eind, maar daarvoor. Zijn 5 versen met 71 Hebreeuwse woorden. Die het herstel geven van Naomi's droom. Want Naomi krijgt een zoon. En daar eindig ik mee. Ik moest denken aan dat ze overleed. Want Naomi is een keer overleden. En dat ze naast God zit op de troon. En dat God zegt, kijk mee met mijn droom. En weet je, Naomi, mijn droom begon bij jou. In jouw diepste verbitterheid begon mijn droom. En Naomi kijkt en die kijkt hoe, die zag al hoe Obed geboren was. En die ziet hoe Isaï geboren wordt. Oh, Isaï, wat mooi. Ja, hij heeft ook heel veel zonen. Ja, mooi. Ja. Hij heeft ook een jongste zoon, die heet David. Oh, David. Oh, David wordt geboren. En ze zit maar naast God te gniffelen en gniffelen. En haar glimlach wordt steeds groter. En ze gaat met God mee door de generaties heen. En in één keer zegt God, nu is het moment. Uit David wordt mijn verlosser geboren. Jezus. En ik denk dat Naomi de biggest smile had ever. En ze zei, was ik deel van die droom? Ja, Naomi, jouw gebroken droom werd mijn mooiste droom. Want ik stuur mijn zoon als de verlosser. Weet je, a new year, a new you. God trekt zich jouw lot aan. Lieve broer, lieve zus. God trekt zich jouw lot aan. Weet je, we gaan straks zingen. En we zingen op een gegeven moment, never once did we ever walk alone. Ook Naomi niet. Ze dacht het wel, maar het was niet waar. Ze liep nooit alleen. En we zeggen van, never once did you leave us on our own. U hebt ons niet aan onze lot overgelaten. U hebt ons uw lot, ons lot aangetrokken. Lieve mensen, ik geloof dat God nieuwe dromen wil planten in jouw leven. En af wil rekenen met heel veel waarvan je misschien zegt, niet meer dit jaar. Maar God is een God van de droom. En de droom en degene die de dromen werkelijkheid kan maken. Dan zouden we bidden. Lieve Heer Jezus. Ik dank u voor zulke mooie mensen als Naomi. Die mij leren dat ik bloed eerlijk naar u mag zijn. Juist op die momenten dat ik even niet zo heel geestelijk ben of misschien helemaal niet meer geestelijk ben. Ik dank u voor Naomi die gaat zien dat u haar nooit alleen hebt gelaten. En dat ze mag gaan meemaken dat haar droom die zo ruw verstoord was. Het is geen eindgoed, algoed. Ze verloor haar man en ze verloor haar kinderen. Maar dat u zegt, ik maak een nieuwe droom. En dat u die droom verwezenlijkt hebt in haar leven. En ik bid u voor deze mensen die hier zitten. Ik bid u voor mezelf. Ik bid u voor deze gemeente. Ik bid u dat wij een plek zullen zijn waar gebrokenheid altijd omhelst mag worden door genade. Ik bid dat dit een plek zal zijn waar hoop zal groeien. Ik bid u dat dit een plek zal zijn waar mensen zeggen, we hebben perspectief gekregen op ons leven. Heer, ik bid u dat wij een plek zullen zijn waar we nooit alleen lopen. En dat we een plek zullen zijn waar dromen van u, God, geboren zullen worden. Waar mensen de risico's zullen nemen om in uw droom te gaan wandelen. Omdat ze weten, de gemeente is de plek waar het veilig is voor mijn droom. Omdat er Boazen zijn. Omdat er Ruts zijn. Omdat er Obed zijn. Mensen om me heen. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw woord. Wat me elke keer weer verbaast hoe kostbaar en kunstig dat woord is. Amen. Is het goed dat de bidders, de mensen die ons ministerteam gaan staan. We gaan samen dat lied zingen. En laat het een lied zijn waar je vanuit die overtuiging met ons meezingt. God trekt zich mijn lot aan. En als je zo knokt met iets en zegt van niet dit jaar, niet voor mij. En welke reden ook, verwachtingen die niet uit zijn gekomen, dromen, teleurstellingen. Ga naar die mensen toe. Laat dat jullie Boazen zijn.
Laat het jullie rust zijn waar je naartoe mag gaan. En zeggen van, hé, bid voor mij.